Goedenavond allemaal en welkom bij Live bij ons aan tafel. Net als elke woensdagavond gaan we vanavond weer lekker een spelletje doen. En vanavond is dat Paladins, of Paladins moet ik volgens mij eigenlijk zeggen. Het is een Engels spel, maar het is taalonafhankelijk. Dus perfect als je ook niet zo heel goed in Engels bent. En het is in de serie van Architects of the West Kingdom en Roos van de Noordzee. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben, want eerst moeten mensen even inschakelen. Ja, en dan kan ik even vertellen waarom ik zo moeilijk naar jou kijk. Ja, anders dan kijk je gewoon niet naar mij, schat. Ik ga even lekker zitten. Vind je het goed als ik gewoon mijn blik recht naar voren doe? Ja, kijk alsjeblieft niet naar mij. Ik word er helemaal ongemakkelijk goed, van ook. Dan ga ik het even uitleggen hoe dat nou precies komt. Want ik heb last van mijn nek. En dan denk je, dat kan gebeuren. Kijk gewoon naar rechts, dat helpt. Je moet hem blijven bewegen. Dat klopt ook. Maar het is wel heftiger dan normaal. Ja, kijk nou niet. Ja, sorry, het zit in mijn systeem. Ja. Ik slaap er niet best van. En ik kan ook niet heel ver bewegen, zoals je ziet. Ik zal even kijken hoe ver ik kom. Moment. Dat is wel... dus niet heel ver. Dus ik kijk voornamelijk naar jullie vanavond. Ik hoop dat ik het helder uit kan leggen. Maar zoals ik al zei, zijn er een aantal nachten geweest waarop ik niet heel goed geslapen heb. Dus als ik wat warrig overkom en een fout maak in de uitleg, bijvoorbeeld mijn excuses. Ja, maar jij zegt nu, ik heb niet zo best geslapen. Maar hij bedoelt eigenlijk dat hij 3 nachten niet geslapen heeft. En dat vond ik interessant, want ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar kijk, als ik niet slaap, de eerste nacht... Niks aan de hand. Ik kan prima een nachtje zonder slaap. Dat hebben we ook gehad de afgelopen dagen. Want als jij niet lekker slaapt, ja, dan slaap ik natuurlijk ook niet. Dus dan is er helemaal niks aan de hand. Bij de tweede nacht wordt het al een beetje discutabel. Maar de ervaring leert dat als ik 3 nachten niet slaap, gebeurt wel eens met een jetlag bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan ben ik niet te genieten. Dan moet je echt niet in mijn buurt komen. Als ik 3 nachten niet slaap, lopen mensen weg. Dat moet je echt niet willen. Ja, dat is waar. Maar jij slaapt over het algemeen niet zo vaak niet. Nee, dat klopt. Nee. Niet dat ik nou vaak niet slaap, maar wel vaker dan jij. Ja. Dus nu was het interessant. Wat gebeurt er met jou als je 3 nachten niet slaapt? Gertie wordt echt heel druk en actief en bijna alsof je dronken bent. Nee, ik moet zeggen, ik heb er niet zoveel last van. Ik heb nog niet het gevoel dat ik heel erg wazig ben. Maar jullie gaan het vandaag zien. Misschien is het wel zo. Maar ik ben dus misschien van een beetje matjes. Maar dan weten jullie in ieder geval hoe dat komt. Het geluid staat aan. Help. Het is een beetje raar. Facebook is weer vernieuwd. Oh, gatsie. Wat ik nog in ieder geval wilde zeggen is... Goedenavond en leuk dat jullie kijken naar deze live bij ons aan tafel. Vorige week hadden we het over een visspel. Wat we binnenkort zouden gaan doen. En we hoopten eigenlijk dat dat deze week kon zijn. Maar dat is niet zo. Want de uitgeverij is een beetje traag met opsturen. Dus daarom dachten we gisteren... Nou, we gaan voor de zekerheid... Paladins doen, want dat is ook gewoon echt een topspel. Zeker. En nog een paar tips. Tim zegt, vraag of je even wil masseren. Ja, daar wil hij bijna niet dat ik dat doe. Maar we zijn flink aan het thuis mee apotheken. Ik ga zelf altijd elke 3 weken naar de fysiotherapeut, naar de manueel therapeut. En ik heb haar ook om tips gevraagd. En zij zei, ja, dit duurt 3 dagen. Nou, dat zal gaan, maar oké. En we hebben van die warmtegel. Dus je ziet er af en toe uit alsof je 30 dagen in de zon hebt gezeten. Moment, ik ga even iets erbij pakken. Wat ga jij erbij pakken? Moment, ben zo terug. Ga je mijn sjaal pakken? Jazeker. Oh, heftig. Ja, hij draagt ook een sjaal, maar dan zo'n sjaal van mij. Zo'n sjaal waar geen einde aan zit. Dat is een soort rondje en die kan je oneindig om je hoofd heen wikkelen. Maar als Geert dat doet, dan ziet er een beetje raar uit. Sorry, schat. Even kijken. Ja, ik wil het even laten zien en dan kunnen mensen oordelen of ik het kan hebben of niet. Nou. Hij is wel neutraal wit. Maar doe je hem dan zoals je hem zou doen of doe je hem dan zoals je hem doet omdat je last hebt van je nek? Ja, beide. Het is bij mij eigenlijk bijna hetzelfde. Is dat bij jou hetzelfde? Kijk, dit. Ja... Het is echt alsof je heel raar... Ook al, zeker als je een wit t-shirt aan... Het is alsof je geen nek hebt. Alsof je hoofd een soort van overgaat in je schouders. In deze tijd is het heel handig. Want als ik nu een winkel binnenloop, hoef ik alleen maar dit te doen. Ja. En dan ben ik voor alle maatregelen in ieder geval voorzien. Even kijken hoor. Ik geloof dat het wel goed gaat komen. Mensen zeggen al 1 nachtje, dat gaat wel. Maar meer dan dat gaat niet goed hier. Nou, Danny, I feel you. Nelly vraagt of je op de tocht hebt gelegen. Niet dat ik weet in ieder geval. Nee, dat is een beetje handig. Ja, iemand zegt al manueel therapeut. Ik ga altijd naar de manueel therapeut, dus we hebben een soort van hotline. Dus als het echt niet goed gaat, dan ga ik even vragen of ze jou onder handen wil nemen. Ja. Maar goed. Ja.
We gaan Paladins uitleggen. En die zit, kijk nog niet naar mij. Oh, sorry. Die zit in een wereld van waar onder andere architecten van het Westelijke Koninkrijk onder zit. Architects of the West Kingdom. Maar ook Raiders of the North Sea, die wij in het Nederlands kennen onder Rovers van de Noordzee. En als je de Nederlandse versies hebt, dan zal je alvast één ding opvallen aan de doos. Ja, en dat is namelijk dat deze doos die je hier ziet, want we gaan het dus hebben over de Engelse versie, die is heel erg klein. En het fijne aan dat hij klein is, is dat hij lekker handzaam is. Daarnaast, dat zie je aan deze leuke bakjes, hebben we van die hele toffe inserts die gewoon in deze doos passen. Ja, geweldig zijn ze. Het voordeel van de Nederlandse editie is dat het wel weer een normaal doosformaat is. Maar ja, daar passen deze inserts niet in. Dus als je het niet erg vindt om een klein beetje handleiding in het Engels te lezen, het spel voor de rest is taalonafhankelijk, dan kun je gewoon het beste met het Engels kopen. Want dan kan ook die insert erin en dan kun je nu al beginnen. En die Nederlandse, dat duurt nog wel even. Ja, precies. En de taal is dus helemaal taalonafhankelijk. Er staan titels op als in een Barbarian, maar ja, daar kom je wel overheen. Verder is alles met icoontjes. Dus zodra je de handleiding hebt gelezen of je weet hoe het spel moet, met een video of met hulp van ons, dan komt het helemaal goed. En hij is dus inderdaad kleiner. Deze insert die is los te koop. Hij is van Folded Space. Het is een soort van schuim met een hard laagje aan de buitenkant. Hij is echt geweldig. Sowieso zijn wij helemaal fan van de insert van Folded Space. En hebben we echt elke insert waarvan wij de spellen hebben, hebben we nu ook. Ik vind het helemaal leuk om het in elkaar te zetten. Maar dit ziet er toch ook echt geweldig uit. Al die doosjes die passen daarin. Kan je misschien nog een doosje laten zien? Zeker, ja. Ik kan Want even... dit zijn dan doosjes voor meeples. Maar je hebt nog heel veel andere doosjes ook. Kijk, dit is bijvoorbeeld ook een mooie. Kijk, jongens. Hier passen dan een aantal verschillende kaarten in. Ja, het is echt ja, top. Het is en past perfect. Ik weet niet wie dat uitmeet, maar dat is duidelijk iemand die meer ruimtelijk inzicht heeft dan ik. Ja, en de doos komt wel iets omhoog, dus het is wel dat het net iets meer ruimte inneemt. Maar wij vinden het dubbel en dwars waard. Ja, zeker. Omdat het ook zoveel sneller opzet. Weet je, normaal heb je dit in ziplockzakjes en dan gooi je het neer. Nu pak je dit gewoon, je zet het neer. Hoppakee, klaar. Ja. Het scheelt ook heel veel opruimwerk, want je hoeft niet meer alles in die zakjes te proppen. Ja, ik zag nog een vraag trouwens binnenkomen. Toen ik even die kant op keek, eigenlijk wat niet mag. En iemand vroeg, is het een moeilijk spel? Nou, voordat we het uitleggen, is misschien nog even goed om te weten dat dit wel de moeilijkste is in de serie. Dus hij is een stukje pittiger dan Rovers van de Noordzee. Hij is ook een stukje pittiger dan Architecten van het Westelijke Koninkrijk. Op Board Game Geek zie je volgens mij cijfers staan over hoe moeilijk iets is. En dan, dat geeft aan dat een 5 is het moeilijkst en een 1 is het makkelijkst. Volgens mij zitten de andere spellen in de serie op zo'n 2,3. En deze dacht ik richting de 3. Dus het is wel een stapje moeilijker, maar de symbolen zijn helder. En het is een worker placement, dus je zet gewoon een poppetje op een actie neer en die voer je uit. Dus in dat opzicht is het eigenlijk nog wat te doen. Ja, precies. En het is juist denk ik ook heel leuk als je Roos van de Noordzee speelt of Architect van het Westelijk Koninkrijk of allebei natuurlijk. En je vindt dat heel leuk en je denkt, nou, ik ben wel toe aan een stapje verder en ik vind deze serie heel leuk. Nou, dan is dit perfect. Wij vinden hem veruit het leukst. Ja, helemaal mee eens. Deze staat zelfs op dit moment in onze top 20. Als enige spel in de serie. Ja. Dus dat is gewoon heel knap. Het is echt een topper. Maar de regels zijn dus redelijk te doen. Ja. Dus laten we er snel induiken, denk ik. Ja, precies. Nog even één vraag die ik aan voel komen. Hij komt, onder voorbehoud wel in het Nederlands uit waarschijnlijk. Bij White Goblin Games. Die geven ook Architect van het Westelijk Koninkrijk uit. En Roos van de Noordzee. Maar Architecten is vrij recent uitgekomen. Ze zijn nog bezig met uitbreidingen van Roos van de Noordzee. Dus ik verwacht dat het nog wel even gaat duren voordat hij in het Nederlands uitkomt. Nou, minstens een jaar. Want ze hebben de aankondiging nog niet gedaan. Nou, dan moet hij nog gedrukt worden. Dus dat gaat echt nog wel een flinke tijd duren. Dus als je het niet erg vindt dat de handleiding in het Engels is en je wil hem graag spelen, dan zou ik echt voor deze gaan en niet wachten op de Nederlandse. Ik zie trouwens ook, dat is ook grappig, dat mensen het juist fijn vinden dat deze doos kleiner is. Ja, snap ik wel. Nee, minder ruimte in beslag. Het zit gewoon, het is ook gewoon hetzelfde spel. Het is niet dat je meer krijgt bij de Nederlandse versie. Nee. Dus ik ben ook niet tegen. Nee, ik snap ook eigenlijk soms niet zo goed waarom ze dat dan aanpassen. Dan denk ik, maar alles is helemaal afgestemd op dit formaat en nu is deze doos groter. Maar dat zal vast iets te maken hebben met een onderzoek dat Nederlanders het fijn vinden. Want de doos, zeg maar, de Nederlandse versie, die past perfect in zo'n Kallax. Ja, dat is misschien waar. Ik weet niet hoe ze erbij komen. Ze moeten misschien eens vragen. Ik vind het wel interessant waarom ze die doos groot maken. Maar goed. Laten we nu eens beginnen met, ik wil ook een keer Raiders zeggen, maar Paladins of the West Kingdom. Zeker.
Hoe zitten we in het verhaal? Nou, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, het verhaal weet ik niet precies. Want het is natuurlijk, het draait niet echt om het verhaal. Maar we kunnen wel even in grote lijnen schetsen hoe het nou precies werkt. Je speelt in totaal over 7 rondes. Dat hou je bij met deze vakjes. En per ronde komen er ook wat extra acties bij. Dus dat is wel heel erg leuk. Aan het einde van 7 rondes ga je kijken wie de meeste overwinningspunten heeft. En je kunt op verschillende manieren punten scoren. Maar eigenlijk heeft het te maken met het bouwen van gebouwen. Hoe meer gebouwen je weet te bouwen, hoe meer punten je weet te krijgen. Daarnaast heb je op je spelersbordje, we zullen het zo nog wat beter laten zien, maar kijk, je ziet hier een spoor lopen en daar kun je ook omhoog en om naar beneden gaan. Dus daar kun je ook punten voor krijgen. En daarnaast kun je nog aan je stadsmuur bouwen. Dus dat zijn eigenlijk de grootste mogelijke manieren om punten te scoren. Ja, iemand zei al, wat een lekker formaat speelbord. Nou, dat is het zeker. Het is een heel handzaam formaat. En de kwaliteit, dat kun je ook wel overlaten aan deze uitgever. Ik moet even spieken van wie de Engelse versie is. Oh, Renegade, ja, natuurlijk. Want kijk, je hebt hier bijvoorbeeld een kant voor een x-aantal spelers. En hier de andere kant. En dit kan je gewoon dubbel klappen. Het ziet er gewoon allemaal fantastisch gelikt uit. Artwork is ook heel leuk, vind ik. Dus de kwaliteit is gewoon weer uitmuntend. Dat speelt gewoon toch fijn als het gewoon mooi materiaal is. Nog eventjes één vraagje. Mensen die vroegen, oh ja, die zeiden het is goedkoper produceren om de standaard doosformaat. Ja, hey, dat kan Gino, heel slim. Erg goed. Ja, tuurlijk is dat. Dat zal het zijn, geld. Even kijken hoor. Mensen geven ook aan dat ze de Engelse versie beter vinden dan de Nederlandse. Ja, vertaling, dat blijft vertaling. Het is fijn om het in je moedertaal te hebben, maar bij vertalen, ja, vertalen, er gaan gewoon soms dingen mis. Ja, dat is gewoon waar. Dat is eigenlijk altijd zo. Heb je het over een boek, heb je het over een film, heb je het over een spel. Als je het in de moedertaal kan, dan is dat altijd beter. Ja. En nog iemand vroeg over de inserts, of die er ook zijn voor Tiny Towns. Nou weet ik dat er een heleboel nieuwe inserts aankomen, maar volgens mij zit deze nog niet bij, toch? Nee, die zit er nog niet bij inderdaad. Dus dat zal waarschijnlijk niet gaan gebeuren, althans niet op korte termijn. Nee, het duurt ook altijd even, want die inserts die worden dus niet gemaakt door de maker van de spellen, maar dat is een andere uitgeverij, Folded Space in dit geval, maar er zijn er meer. En zij maken dat natuurlijk alleen voor spellen die heel populair zijn. Dus dan moeten ze eerst kijken, hey, hoe populair is een spel? Want ja, een spel verkopen en dan is er natuurlijk ook nog maar weer een x-aantal mensen dat dan ook de insert wil hebben. Dus dan moet je wel weten dat het ook daadwerkelijk gaat verkopen. Er komen een heleboel nieuwe aan ook weer. Maar volgens mij zit deze nog niet tussen. Maar wel bijvoorbeeld kwakzalvers. Ook zo'n hel om op te ruimen als je niet de insert hebt. Dat is pittig. Er komen echt wel weer wat populaire spellen bij. Dus ik zeg niet dat die niet komt, maar vooralsnog is die er helaas nog niet. Nee, maar goed, laten we snel beginnen. Ja. Want het is best nog wat dingen die we moeten weten. Wat namelijk belangrijk is om te weten, is dat je met werkers werkt. Oftewel, je gaat werkers op een aantal locaties neerzetten om die actie uit te voeren. En daarbij is het belangrijk dat de werker de juiste kleur heeft. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld architecten van het Westelijke Koninkrijk. Als het bord vraagt om een blauwe meeple, dan moet je die neerzetten en alleen dan mag je die actie uitvoeren. Ja, en dat is eigenlijk een hele leuke twist aan het worker placement principe. Eigenlijk werkt dat meestal zo. Meestal krijg je een x-aantal werkers, meeples, poppetjes, hoe je het ook noemen wil. Die plaats je op een actie en zijn je werkers op. Dan moet je op een manier die weer terugkrijgen. Bij architecten zit daar een heel leuk mechanisme in dat je ze gevangen moet nemen. En dan kan je ook de meeples van een ander gevangen nemen en ze zo terugkrijgen. Soms is het zo dat gewoon aan het einde van de ronde je werkers weer terugkomen. Zoals bijvoorbeeld bij Everdell. Er zijn altijd een leuke twist aan hoe je dan weer terugkomt aan die werkers. Maar in dit geval zijn de werkers eigenlijk een soort van universeel. Want het is niet zo dat de rode voor mij zijn en de blauwe voor jou. Nee, we hebben allemaal 6 kleuren meeples waar we het mee moeten doen. Je krijgt een x-aantal op een bepaalde manier. En eigenlijk hebben ze allemaal belang bij andere acties. Dus als je alleen maar rode hebt, kan je niet de actie van de blauwe uitdoen. Dus dat heeft een hele tactische keuze over, ja, ook weer over de keuze van die meeples. Echt heel leuk gedaan. Zeker. En nu vraag je je af, hoe kom ik nu aan die meeples? Nou, dat doe je aan het begin van de ronde. Je hebt namelijk een persoonlijke deck met kaarten. En als je aan de beurt bent aan het begin van de ronde, dan mag je er 3 daarvan pakken. Daarvan kies je er 1 uit. Eentje leg je bovenop je stapel en eentje leg je onderop je stapel. En het leuke is dat je daarop ziet staan, op de kaart die je krijgt, daar zie je een speciale actie op staan. Die staat en dat hieronder. Is het enige wat dan wel in het Engels is, maar dat is echt gewoon cast no provisions. Dus ja, het is echt heel zilver. Makkelijk. Ja.
staat en je kan ook iemand erbij helpen. Hè? Ja, dus dat is geen enkel probleem. En daarnaast staan er ook twee werkers op. In dit geval, het is waarschijnlijk lastig te zien, zie je een zwarte werker staan en een rode werker. Dat zijn de werkers die je uit de voorraad mag pakken. Als je dat gekozen hebt, dan mag je ook één van deze openliggende kaarten pakken. Ik zal ze even neerleggen. En daar staan vier werkers op die je ook uit de voorraad mag pakken. Dus als ik deze kies, dan zie je staan dat ik twee rode werkers krijg, één blauwe en één paarse. Dus die vier pak ik ook uit de voorraad. En dan, even zien, heb je dus zes werkers waarmee je acties mag gaan uitvoeren. Ja, en dat is eigenlijk de basis. Tijdens het spel zijn er nog wel andere manieren om aan meeples te komen. Of om bijvoorbeeld van kleur te ruilen. Want ja, je moet het ook maar een beetje doen met wat er gegeven wordt. Maar dat is de belangrijkste basis waar je mee gaat beginnen. Dus een stuk of zes meeples trouwens. Ja, inderdaad. Dus daar ga je inderdaad je acties mee uitvoeren. Wat ook nog goed is om te weten, aan het begin van de ronde draai je ook hier een kaart om. Dan kun je zien bij welke ronde je bent en daar komen of, en dat zijn de groene kaarten, extra acties te staan. Dus dan kun je gewoon bijvoorbeeld, een paarse werker inleveren, in dit geval voor drie witte werkers. Of, en dat zijn de rode kaarten, daar staan doelen op waar je aan het einde van het spel punten voor krijgt. Dus dat is leuk, want dat verschilt gewoon per spel en ook de acties verschillen dus per ronde. Ja, en dat is een manier om punten te krijgen. Is ook niet de enige manier om punten te krijgen, maar het is wel heel grappig dat je niet al van tevoren alle doelen weet die er zijn. Je weet als eerste alleen het eerste doel en pas in de derde ronde weet je alle doelen. Maar het is ook niet echt mogelijk om alle drie de doelen te halen in het hele spel, want er zijn ook nog andere manieren om punten te verkrijgen. En je gaat wel een beetje merken dat je op een paar dingen moet focussen. Er zijn gewoon een paar soort van gebieden waar je aan kan werken. En het heeft wel zin om dan heel erg op één of twee of drie gebieden te zitten. En het heeft niet zo heel veel zin om een paar dingen half te doen. Want hoe beter je ergens in bent, hoe meer punten je ervoor krijgt. Dus je gaat waarschijnlijk merken dat je één of twee van die doelen gaat halen en de rest niet. Nee, klopt helemaal. En wat ga je nou met die werkers doen? Als je aan de beurt bent, mag je dus een actie uitvoeren. En de hoofdacties eigenlijk die je uit kan voeren, die staan op jouw spelersbordje hier. Over het algemeen is de linkerkant het opbouwen van een motortje. Daar krijg je grondstoffen of kun je de kosten van acties verlagen. En de rechterkant is echt het bouwen van gebouwen. Dus daar kun je uiteindelijk punten mee scoren. Ja, het is echt een engine builder. Hadden we dat al gezegd? Hadden we hem niet genoemd, maar dat moet je echt weten. Het is echt een engine builder. Dus je moet gewoon echt proberen een motortje op te bouwen door acties goedkoper te maken, zodat je ze vaker kunt uitvoeren. Maar ik ken eigenlijk volgens mij geen mensen die niet gek zijn op een engine builder. Want het werkt gewoon zo fijn dat je steeds beter wordt en steeds betere acties kan uitvoeren. Ja, dat is echt top. En dat werkt hier dus ook. Want de eerste actie is daar heel geschikt voor. Ja. Dat is de develop action. Daar staat namelijk dat het 4 munten kost. En als je dat doet, moet je 2 werkers erop neerleggen. En dan mag je een groen gebouwtje bouwen. Dat zijn deze. En het leuke is, dat groene gebouwtje moet je neerzetten op de rechterkant van je spelersbordje. Daar zo. En die zet je neer op een van de kosten van zo'n actie. En dat zorgt er dus voor, als daar een gebouwtje op staat, dat de kosten goedkoper worden. Dus stel je voor, als je aan de rechterkant van je spelersbordje de commissieactie wil doen, en daar staat bij dat die een groene, een willekeurige en een zwarte meeple kost. Als je daar dus een gebouwtje op neerzet, dan kost die 1 minder. Dus dat is top. Dus met die groene blok je gewoon letterlijk 1 van de kosten van een actie die jij vaak wil gaan uitvoeren natuurlijk, waardoor het goedkoper wordt. Nou, je kan elke actie in principe maar 1 keer doen, want om een actie uit te mogen voeren, welke actie dan ook, moet je er meeples op neerleggen, vaak in betreffende kleuren. En dan ligt die natuurlijk vol en kan je de actie niet meer uitvoeren. Er is wel een manier om de meeples weg te krijgen, maar in principe kan je elke actie maar 1 keer doen. Dus elke beurt kan je eigenlijk dus een kosten wegwerken met dat groene gebouwtje. Nou, de volgende actie is heel makkelijk. Dat is namelijk de actie die je hier ziet staan. Daar staat hand boven en dat is dus daadwerkelijk jagen. Je levert 1 meeple in voor 1 zakje. En dat is gewoon dat bekende voedselzakje wat we ook kennen van bijvoorbeeld Roos van de Noordzee. Nou ja, dat kennen we allemaal. Bespaard op de kosten. Ja, precies. Dat ontwerp hadden ze nog liggen. Of 2 meeples voor 3 zakjes. Dus dat is heel simpel. Hoe meer meeples je inlevert tot 2, dat levert je gewoon voedsel op. En voedsel is gewoon een manier om te betalen. Je hebt munten en je hebt voedsel. Ja, en munten, dat komt weer heel mooi samen bij de trade action. Dat is de derde actiemogelijkheid. Daar leg je 1 of 2 poppetjes neer en dan krijg je 1 of 3 munten. Dus we hebben nu 3 acties gehad. Je kunt met eentje kun je een gebouw bouwen zodat de acties goedkoper worden. Je kunt voor provisie gaan en je kunt voor munten gaan.
Wat nog een andere actiemogelijkheid is, die op dat kant van het speelbord staat, dat heeft alles te maken met deze kaarten. Het recruit noemen ze dat. En dat zijn eigenlijk mensen die je aanneemt, die je uiteindelijk onder je spelersbordje neerlegt. En daarvoor krijg je of een voordeel of een speciale actie die alleen voor jou geldt. Dus dit zijn mensen die ervoor zorgen dat je gewoon net wat sterker wordt. Ja, het is eigenlijk een bonusje. Vaak is het, hey, als je dit upgrade, krijg je ook een geld. Nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. Of als je dit voor elkaar krijgt, dan krijg je ook een rode meeple. Of dan krijg je een zakje voedsel, dat soort dingen. Dus het is gewoon een leuk extraatje als je weet, hey, ik ga me heel erg focussen op het bouwen aan de muur. Komen we zo op terug. Dan is het natuurlijk handig als je daar ook elke keer bonussen voor krijgt. Want dan heb je weer een lekker motortje opgebouwd. Zeker, klopt helemaal. En de laatste twee acties aan de linkerkant van het bord zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Bij de eerste mag je een zwarte meeple inleveren. Twee munten betalen. En dan mag je één van jouw actielocaties vrijmaken. Dus dat kan echt heel handig zijn. Als je bijvoorbeeld echt een hele sterke motor hebt gebouwd. Op bijvoorbeeld het bouwen van de stadsmuur. Komen we zo nog op terug. Dan is het ideaal als je die één keer per ronde kan legen, zodat je hem nog een keer kan doen. Ja. En de laatste actie is ook eigenlijk heel makkelijk. Daar leg je één poppetje neer en dan krijg je een paarse meeple. En een paarse meeple, dat is eigenlijk een joker. Ja, die paarse meeples die kan je in principe inleveren voor alles. En sommige acties die hebben ook daadwerkelijk paarse meeples nodig. Paarse meeples zijn heel fijn, want het zijn jokers. Dus die kan je inzetten voor alle kleuren. Maar natuurlijk hangt er dan ook een nadeel aan, want anders zou het wel heel makkelijk worden. En daar komt iets terug wat je misschien ook wel kent van Architecten van het Westelijke Koninkrijk. Want als je namelijk een paarse meeple krijgt, dan krijg je daar ook een, hoe noemen ze dat, vloek? Ja, nee. Wij noemen het vloek. Maar ja, het is maar vloek, dat is geen vloek. Nou, je krijgt een paarse kaart in ieder geval. Een paarse kaart. Ja, zeker. Je krijgt een paarse kaart. En die paarse kaarten, die kunnen van alles betekenen. Het zijn deze jongens en je ziet al aan het poppetje wat erop staat. Is niet leuk. Nee, zeker niet. Wil je niet. Nou, het kan zijn dat er helemaal niks aan de hand is. Dat is namelijk dit. Hier zie je al, er is helemaal niks aan de hand. Lege kaart. Maar het kan ook zijn dat er wel wat aan de hand is. Moet ik even zoeken. Kijk. Bijvoorbeeld deze. Hier staat op 2 geld. Dan denk je, nou, dat is toch fijn. 2 geld krijg ik. Je hoeft hem namelijk niet te betalen. Ja, dat is fijn, tot op een zekere hoogte. Het geld wat je hier vandaan krijgt is namelijk belastinggeld. Dat trucje ken je misschien wel uit Architect van het Westelijke Koninkrijk. En het belastinggeld ligt hier. 5 munten liggen er. In dit geval zou ik er dan 2 krijgen. Heel leuk, nog steeds niks aan de hand. Totdat het op is. Ja, en als het op is, dan moet je zorgen dat je niet de meeste paarse kaarten voor je hebt liggen. Want op dat moment krijg je zo'n vloekkaart, die we ook kennen uit Architecten. En die zorgt aan het einde van het spel voor 3 minpunten. Je kunt hem wel omdraaien, zodat je er een pluspunt voor krijgt. Maar dat wil je niet te veel hebben. Dus je wil niet te veel jokers pakken, omdat je dan paarse kaarten moet pakken. Die schat die hier ligt heel snel opgaat en je dus ook heel snel aan een vloekkaart komt. En dat moet je voorkomen. Precies. Dus paarse poppetjes zijn heel fijn, want jokers, maar leveren hier ook geld op. In principe ook fijn, totdat het op is, dan heb je een probleem. Als je de meeste paarse kaarten hebt, krijg je een vloek en dat zijn minpunten. Er zijn mogelijkheden om de vloeken om te draaien, maar dat kost je wel allemaal acties en die zijn heel schaars. Dus ja, ja, dat is een beetje een probleem. Dus zeker. Paars leuk, maar met mate. Maar met mate inderdaad. Dus dat zijn de acties aan de linkerkant. Je krijgt de grondstoffen voor, je krijgt de extra meeples voor, je mag misschien een locatie leeg halen. Dus dat is het voordeel aan de linkerkant. Maar en voordat we naar de rechterkant gaan, ja, even een paar vragen. Want volgens mij heb ik al een heleboel gemist, maar er zijn zo ontzettend veel vragen. Vertel. Sowieso of de uitbreiding van Kwakzalvers uitkomt. De nieuwste uitbreiding in het Nederlands. Nou, daar ga ik wel van uit. Kwakzalvers is een enorme hit. Dus die moet wel in het Nederlands uit gaan komen. Maar er is nog geen officiële datum. Dus we kunnen nog niet definitief zeggen wanneer en of die komt. Maar ik ga er wel van uit. Christy vindt het een hele leuke manier ook om punten te krijgen met die vloekkaarten, om ze om te draaien. Zeker. Ik heb er al heel vaak punten mee gescoord en zelfs mee gewonnen. Maar ik ben er ook een keer flink door genaaid. Ja, dat moet je voorkomen. Als je er heel veel hebt, dan kan het echt oplopen met de minpunten. Yes. Dus hou dat in de gaten. Dan krijgen we van veel mensen de vraag, maar hij wil even niet terugscrollen, hoe het kan dat wij alle dozen zo in de kast hebben staan en niet horizontaal. Dat is een keuze. Het is niet per se makkelijker. Nou ja, het is makkelijker als je een spel wil pakken. Want dan hoef je niet eerst die hele stapel op te tillen. En dat is allemaal gedoe. Kijk, en als je het doet, want in principe kan het. En bij de meeste inserts kan het ook. Maar als je het doet, doe het niet bij Dominion. Nee.
Nee, want dat gaat helemaal fout en zorgt voor chagrijnige Geerte. Dat wil je niet. Dus doe het gewoon bij andere spellen en Dominion hebben we dan onderop liggen lekker ja, plat. Ja, Dominion is het enige spel wat bij ons wel plat ligt, want dat kan je echt niet rechtop zetten. Mensen vragen hoe? Nou, Ziploc zakjes, inserts. Zeker. Deze ja. Die staat met zijn insert gewoon op zijn kant. En omdat hij helemaal aansluit, want dat is het truc, hè? Hij moet aansluiten. Ja. Omdat hij helemaal aansluit, gebeurt er helemaal niks en gaat er niks door elkaar. Vaak helpt het wel als je dan eerst de bakjes doet en dan de borden en de handleiding bovenop, zodat er nog een soort van dekseltje op zit. Ja, Ziploc zakjes al. Irene die zei, zag al, elastiekjes, dat werkt ook. En ook, en dat moeten we even uit gaan proberen of dat ook met Dominion werkt, toppers. Want daar zijn deze inserts, die zijn van foam. Maar je hebt ook, die zijn van Evacor heet dat. Dat is dus dat schuim. Maar je hebt ook zacht schuim, wat je in kan drukken van Velter. Daar hebben we ook inserts zeker, van. Zeker, zeker. En daar hebben ze ook toppers van. Dus dat zijn gewoon letterlijk vierkantjes die je er als een soort deksel bovenop kan leggen. En dat is natuurlijk eigenlijk de truc, dat de ruimte tussen het deksel en de tokens de en dergelijke, ja. Dat daar geen ruimte zit, zodat ze niet kunnen schuiven. Laatste truc. Als je punchboards hebt, dus je hebt kartonnen, vierkantjes waar je de muntjes uitdrukt, et cetera. Gooi die punchboards niet weg, maar doe ze onder in de doos. De doos is namelijk zo gedesigned dat de punchboards er ook in passen als je hem koopt. En dan is hij aansluitend. Maar zodra je die punchboards eruit haalt, sluit de deksel niet meer aan op wat er in de doos zit. Als je die punchboards onderop doet en daarop de insert of wat je er dan ook in hebt zitten, dan sluit de doos weer aan en is de kans dat het gaat schuiven minder groot. Kijk, nou, weer wat geleerd mensen, info. Infotainment, mensen die de podcast luisteren. Als ik een vraag gemist heb, sorry, dan stel hem nog even een keer. Maar goed, even terug naar het spel. Want we hebben dus de linkerkant van het bord uitgelegd. En mocht je nu denken, oh nee, zijn we nu pas op de helft. Geen paniek, eigenlijk is de rechterkant makkelijker. En leuker, want nu ga je daadwerkelijk bouwen. Want dat is eigenlijk heel eenvoudig. Over het algemeen betekent het, je legt de betreffende meeples neer. Je betaalt de kosten die erbij staan, bijvoorbeeld munten of proviant. En je krijgt een bonus. Bijvoorbeeld bij de eerste, dat noemen ze de commissieactie. Daar mag je dit zwarte poppetje neerzetten op dit rechterbord. Oh, die heb ik nou. Ik denk, ik zet hem zo neer. Dat kan je niet zien. Maar dan maakt het helemaal niet uit. En als je hem bijvoorbeeld hier neerzet, dan krijg je gewoon, zo simpel is het, de bonus waar je op gaat staan. Dus in dit geval zou ik 2 munten krijgen. En datzelfde geldt eigenlijk voor deze rode gebouwen. Dat is een andere actie. Je pakt een rood gebouw, je legt de betreffende meeples neer, je betaalt de kosten die erbij staan en je zet hem hier ergens op het speelbord neer en je krijgt de kosten, of eigenlijk moet ik zeggen de opbrengsten, die erbij staan. Ja, en nu lijkt het als een soort ruilhandel. Dus je betaalt meeples en voedsel en je krijgt er iets anders voor terug. Ja, maar je krijgt er nog iets veel belangrijkers voor terug en dat is omhoog gaan op het spoor aan de linkerkant van je bordje. Je hebt daar 3 vlaggetjes liggen, een blauwe, een rode en een zwarte. Die zijn belangrijk, want soms is dat een vereiste voor een bepaalde actie. En die vlaggetjes kan je alleen maar krijgen door dit soort dingen te bouwen. Altijd als je een zwart, ja, het is een soort hoofd alleen. Ik weet niet zo goed wat dat voor me. Een monnik. Was het niet een monnik? Ja, of een ridder, een van de twee. Een van die twee. Als je die bouwt, krijg je er een blauw vlaggetje voor terug. Dus je krijgt niet alleen de bonus van waar je hem neerzet, die varieert. Je krijgt er ook altijd een blauw vlaggetje voor terug. En dat betekent simpelweg dat je het blauwe vlaggetje 1 omhoog doet. Dus je krijgt dan meer. Uiteraard krijg je voor elke vlag die lekker hoog op je spoortje komt overwinningspunten. Kan oplopen tot wel 20 overwinningspunten en dat is veel in dit spel. Bij de rode huisjes krijg je zwarte vlaggetjes. Dus als je een rood huisje hebt gebouwd, je zet hem ergens neer, je krijgt de bonus, krijg je ook een zwart vlaggetje, gaat het zwarte vlaggetje 1 omhoog. Ja, en dat is echt ideaal, want je kunt ze dus alle 3 omhoog werken. Dus je kunt maximaal 3 keer 20, 60 punten daarvoor krijgen. Alsof jou dat lukt. Lukt me nooit. Nee, mij ook niet. Heel erg hoog. En wat ook nog belangrijk is om te weten, dat is namelijk de middelste actie aan de rechterkant van het bord. En dat heeft alles te maken, en daar ben ik fan van, ja, met deze stadsmuur. Jij gaat altijd voor de stadsmuur. Ja, dat vind ik gewoon leuk, want die mag je aan de bovenkant van je bord dus zo onderschuiven. Je krijgt de bonus die erop staat en, dat zie je hier staan, je mag even vooruit met je rode pionnetje op dat spoor en dat zorgt ook weer voor meer punten. En je krijgt een muur op je bord, ja, dat is toch dat leuk? Is echt supercool. Als je hem met me afbouwt, krijg je uiteraard overwinningspunten, want hoe verder je komt, overal is dat zo, hoe verder je komt, hoe meer punten je krijgt. Daarom zei ik ook, focus je op een paar dingen. Maar kijk, dan krijg je een muurtje. Ja, ja, daar gaan wij goed op, supercool. Hè? Heel leuk. De ene laatste wat je eigenlijk moet weten, dat zijn 2 acties in 1. Dat zijn het aanvallen en het converten, zoals ze het hier noemen. En dat heeft te maken met deze kaarten die hier liggen. Je kunt die aanvallen
direct voor een bonus. Of je kunt ze proberen om te zetten. Ik ben heel benieuwd wat jij zo gelezen hebt. Lieke zegt, ik was vandaag jaar oud. Dat is toch zo'n meme-achtig iets van... wanneer kwam je erachter dat je iets niet handig deed... of dat je iets wat iedereen blijkbaar weet in de wereld behalve jij... dat heb ik heel vaak, dat ik denk, oh, oké. Nou, mensen waren vandaag jaar oud dat ze erachter kwamen... dat ze de punchboards moeten bewaren, ja. Maar jongens... daar zijn wij ook nog niet zo heel lang achter, hoor. Ik wou het zeggen. Niemand vertelt je dat. Dat moet je gewoon ergens een keer horen of lezen. En dan denk je... Oh. Ja, dat is wel een slimme truc, hoor. Het werkt niet bij elke doos. Want soms hebben ze er ook rekening mee gehouden dat het er eigenlijk uit moet. Maar dat zie je er wel aan. Nee, maar dan zie je het als je hem krijgt. Want dan sluit hij niet aan als je hem krijgt. Dus dan zit hij gewoon helemaal gesealed. Maar vaak werkt het wel zo. Nou, jongens, zijn jullie ook weer blij? Ja, nou, wat ik dus uit wilde leggen... dat heeft te maken met deze kaarten die hieronder liggen. Je kunt ze converten, oftewel voor jou winnen. Of je kunt ze aanvallen. Als je ze aanvalt, krijg je de bonus die erbij staat. Maar zijn ze wel dood? Vinden ze helemaal niet leuk? Wel dood, minder fijn. Maar je kunt ze dus converten. Dan mag je ze onder je spelersbordje neerleggen. En krijg je aan het einde van het spel overwinningspunten. Dit is eigenlijk een doel die je voor jezelf maakt. Ja, dan sluit je ze als het ware in jouw team. En dan komen ze voor jou vechten. En het is natuurlijk heel slim, want je ziet hier al waar ze voor gaan. Dus stel je voor, jij weet dat je heel erg goed bent op rode vlaggen. Dan ga je er natuurlijk voor zorgen dat je deze mevrouw de Amour aansluit bij jouw team. Zodat je daar ook weer extra overwinningspunten voor krijgt. Omdat jij toch al lekker bezig bent op die rode vlaggen. Of op de zwarte vlaggen. Of op het recruiten van die personen. Of op bepaalde andere acties. Eigenlijk bij alles wat je kan doen. De toren, de alles zit wel zo'n poppetje. Dus als jij ziet dat die eraan komt, dan denk je natuurlijk, nou, die kan er ook nogal bij. Meer overwinningspunten voor mij. Zeker. Ja, dus dat is echt heel erg leuk. Het laatste wat je moet weten, dat heeft te maken met deze iets van potjes of kruiken, wat het ook zijn. En dat is heel simpel. Je legt de poppetjes neer. Je betaalt de kosten. Je haalt er hier eentje weg. En je legt hem aan de andere kant neer en je krijgt de bonus die erbij staat. Dus eigenlijk klinkt het als heel veel informatie nu, maar eigenlijk staat het allemaal op het bord aangegeven. Er staat precies aangegeven welke meeples je waar moet neerleggen. En wat je ervoor krijgt. Ja, wat voor kosten je moet betalen en wat je ervoor terugkrijgt. Ze hebben zelfs al rekening gehouden. Kijk, dan weet je dat je te maken hebt met professionals. Als dit vol ligt, als je nog maar net begonnen bent, dan zie je natuurlijk niet welke bonus hieronder staat. Maakt niet uit, want er is rekening mee gehouden. Je kan namelijk hier bij de naam zien dat je altijd zwart moet betalen om deze actie uit te voeren. En je krijgt er blauw voor terug. Dus als jij denkt, en dat heb ik wel eens. Ik denk, oh ja, om deze actie uit te voeren, alles heeft met elkaar te maken. Dan om deze te kunnen uitvoeren heb ik eigenlijk meer blauwe vlaggen nodig. Ja, die heb ik niet. Hoe krijg ik die? Oh, dan moet ik op zwart vooruit, want dan krijg ik als bonus blauwe vlaggen. Oké, hoe ga ik op zwart vooruit? Dan heb ik die meeple nodig. Oké, dat ga ik doen. Het is zo'n heerlijk plannerspel. Ja, dat is echt top. Want zo kun je dus ook op een paar dingen richten, omdat je niet alles kan doen. Nee. En daarmee kun je gewoon de meeste punten scoren. Dus samenvattend is het een kaart omdraaien. Je gaat kaarten kiezen waarmee je meeples krijgt. Met die 6 meeples ga je om de beurt acties uitvoeren tot je allebei gepast bent. Na 7 rondes ga je kijken wie de meeste punten heeft. En die speler wint het spel. Eigenlijk is het zo simpel. Ja, en je kan je altijd op andere dingen focussen. Elke keer is het weer anders. En als je gek bent op engine builders zoals wij, dan is dit echt een topper. En hij is ook nog in de aanbieding. Zou ik bijna Hij is ook nog in de aanbieding. Nou ja, we hebben eigenlijk alles genoemd. Ik pak heel even mijn sjaal erbij, want ik merk dat mijn nekje denkt, het is bijna mooi geweest. Ja, is het bijna mooi geweest. Even op. Nou, doen we nog een paar vragen. Zeker. Mijn eerste vraag is voor Daniel, want die zit helemaal midden in Pandemic Season 1. En ik ben heel benieuwd of hij gewonnen heeft. Ja, zeker. Volgens mij zit je nou bij aflevering 2 of ben je inmiddels alweer verder gegaan? Heel benieuwd wat je ervan vindt. Even kijken. Ah, Debbie die zegt dat ze Grim Forest heeft binnengekregen van ons. Leuk. Maar daar stond het dus op van de punchboard. Kijk, heel slim. Slim. Wist ik eigenlijk niet eens dat ze dat erop hebben gezet. Maar wel handig, want het is wel iets... Ja, dat weet je ook niet. Je gaat ervan uit dat je dat weg kan gooien. Heel slim. Heel benieuwd wat je van Grim Forest vindt trouwens. Laat Absoluut. Het zeker even weten. Even kijken hoor. Over Harry Potter gaat het. Ja, daar zit het natuurlijk ook helemaal in, hè? Hogwarts Battle. Och, daar komen ook zoveel Harry Potter spellen aan. Dus als je Harry Potter fan bent, er komt heel veel aan. Het is een mooie tijd om te leven. Oh, Chris die bewaart ze zelfs, maar als hij dan een spel verkoopt, dan kan hij alles weer terugdoen in de punchboards. Wow, dat is echt next level. Next level. Jongens, er zijn zoveel dingen gezegd. Als ik een vraag heb gemist, stuur hem alsjeblieft nog even opnieuw. Of stuur hem eventjes in de chat, want dan geven we er antwoord op. Even kijken hoor. Oh ja, Danny zegt ook, vindt bij Wingspan bijvoorbeeld fijn dat het opbergspul er al in zit. Ja, bij Wingspan vind ik het zelf dan weer irritant, omdat
Ja, het past wel, maar die uitbreiding, daar zit dan weer nog zo'n kaarthouder in. En die kaarten moet je door elkaar schudden. Dus nu heb ik en kaarten in de gewone en in de uitbreiding. Vind ik raar. Maar, en dit is oprecht geen gepland bruggetje, maar terwijl ik dit vertel, bedenk ik me ineens dat het antwoord onderweg is. Er komt een oplossing, mensen. Want jullie hebben vandaag gelezen op onze Instagram-pagina en ook op die van Jamie Stegmaier, maar natuurlijk op die en van en op die van iedereen. Maakt niet uit. Dat er een Oceanië-uitbreiding aankomt van Wingspan. Dat wisten we natuurlijk al. Maar goed, hij komt officieel aan. En wat er ook aankomt, dat is nog niet lang bekend, is een big box waar je alles in kwijt kan van Wingspan. Ik weet niet of die in het Nederlands komt, maar anders gaan we natuurlijk Het is een kijken, doos, jongens. Daar heb je geen handleiding bij nodig. We gaan natuurlijk kijken of we hem kunnen inkopen. Maar dat is natuurlijk ideaal dat je gewoon alles in één doos hebt. Top. We hebben dat natuurlijk ook bij Site Legendary. Misschien moeten we het opbiechten. Miek, moeten we het opbiechten? Het is al te laat. Ik heb hem al ingestart. Ja. Kijk, Site is een heel mooi spel met hele mooie dozen. Maar er zijn best veel uitbreidingen. En toen dachten mensen, we willen alles in één doos. Nou, Stonemaier heeft één hele grote doos gemaakt. Echt zo'n doos. Yep. Dat heet de Legendary Box. Het is gewoon een lege doos eigenlijk, waar alles precies in past. Er zitten nog wel wat doosjes bij, maar eigenlijk is het gewoon de bedoeling dat je alles in die doos doet. Is ook weer een speciale insert voor natuurlijk, dat het perfect past. Heel fijn. Maar wij hadden die doos gekocht voor onszelf. En toen dachten we, ja, maar dat betekent dus dat je die andere doos weg moet gooien. Dat konden we niet over ons hart verkrijgen. Nee. Wat is onze oplossing? We hebben alles gewoon nog in de doos zitten. En de Legendary doos staat leeg op de kast. Ja, dat klopt. Maar hij staat wel heel mooi. Dat is toch erg? Ja, is erg. Daar staat heel vaak op de foto mooi. Op Instagram en Facebook. En nou weten jullie dus dat hij leeg is. Ja, is wel erg. Ja. Ik schaam me er eigenlijk een beetje voor, omdat het... Ik zie het als kunst. Jongens, het is kunst. Ja, dit is een helemaal gerechtvaardig aankoop. Betaalbare kunst. Ja. Maar goed, schatje, ik loop heel langzaam naar die kant op. Schuif voor jij die kant op. Ik wil niet hier blijven zitten, want dat is een beetje, voor het grapje, asociaal. Dus mensen, super bedankt voor het kijken. We vonden het natuurlijk weer heel leuk als jullie er waren. Volgende week zijn we terug en dat wordt sowieso een topspel. Ja, er zijn een paar mogelijkheden onderweg, hè? Er zijn een paar mogelijkheden onderweg, inderdaad. Eén daarvan is misschien wel de release van dit jaar. Gaan we het later over hebben. Ik weet nu even niet welke je bedoelt. En een ander is een spel wat we behoorlijk groot hebben ingekocht. Omdat we denken te weten dat jullie daar heel veel zin in hebben. Dus het wordt sowieso een topper. Ja, wordt echt heel wordt leuk. Heel nou, leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat we volgende week gaan spelen. Het is altijd weer afwachten op alles op tijd binnenkomt. Zijn bepaalde leveringen al best wel lang onderweg. En door de crisis wordt het er allemaal niet sneller op. Maar goed, maakt niet uit. Wij zijn heel benieuwd wat jullie van dit spel vinden. Als je hem al hebt en of je enthousiast bent geworden. Of je hem ook wil gaan spelen. Of dat je iets vindt over Architect van het Westelijke Koninkrijk. Of Roofs van de Noordzee die ook in deze serie zitten. Wij vinden het een hele leuke serie. En dit is echt onze favoriet. Dus als je het ook heel leuk vindt, is dit echt een dikke aanrader. Tot volgende week!